Welkom bij de Dag van het Kasteel 2020, georganiseerd door de Nederlandse Kastelen Stichting. Mijn naam is Seb Eckenhuis en ik zit hier naast Eva Limburg-Stierum, de bewoner en eigenaar van buitenplaats Spijkerbos. We zitten ook in Spijkerbos, in Te Olst. En we gaan het vandaag hebben over de oorlogsgeschiedenis, Tweede Wereldoorlogsgeschiedenis, van de bewoners van dit huis. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog woonden hier even jouw grootouders, Mary en Sam, en hun drie zoons, of die waren misschien net uit huis gegaan van 22, 24 en 28 jaar oud. We zijn ter gelegenheid van deze opname de archieven ingedoken hier op zolder en hebben een aantal leuke verhalen gevonden over die drie verschillende zoons. En wat we vandaag van plan zijn, is om die verhalen per persoon van jong naar oud af te gaan. We proberen ook ondertussen wat leuke foto's te laten zien, zodat iedereen een beeld krijgt van waar we het over hebben en over wie we het hebben. Misschien kunnen we beginnen met een foto van het gezin van Limburg-Stierum, van de generatie die hier ten tijde van de oorlog woonde. Eef, kun jij misschien vertellen wie we hier zien? Nou, voor de voorbewagen van rechts naar links zie ik mijn grootvader, mijn grootmoeder, mijn oom, mijn vader, nee, een lange man en mijn vader zijn, moet ik echt kijken. Mijn vader is de lange man midden van de drie zoons, dan mijn oom Sam is links van hem en rechts is mijn oom. Ja, en jouw vader is dus de middelste van drie zoons? Ja, de langste. Mijn vader was bijna 2 meter. Dus heel afzonderlijk lang in de jaren 30. Op de volgende foto hebben we de drie broers naast elkaar. Ja. En dan zien we hier, als ik het goed heb, naast elkaar Eef, Jan en Sam van links naar rechts. Klopt. We beginnen met de jongste zoon. Die ten tijde van de oorlog cornet was. En om eventjes meteen maar de verwarring weg te nemen. Deze livestream heet het verhaal van cornet van Limburg-Stierum. Cornet is geen voornaam, maar dat is een rang in het leger. De laagste officiersrang bij de Nederlandse krijgsmacht. Ja. Waarom dit kan ik niet zo over die foto vertellen. Ik had onlangs van de zoon van de oude tuinbaas hier. Die zoon is inmiddels ook 92. En die was erbij dat deze foto werd gemaakt in het voorjaar van 1940. En die vertelde ons dat we gedaan hebben. Het lijkt of hij rijdt, maar hij houdt zijn voet bij een paaltje. En dus dan leunt hij tegen een paaltje aan. Dus typisch een stoere mannenfoto uit de vooroorlogse mannenfoto. Ja, maar zoals dit beeld misschien ook al suggereert, hij zat bij de cavalerie. Ja. En hij was gelegerd. Hij was gelegerd in Ede en zat bij het 4e regiment. Van de cavalerie. Ja, en wat gebeurde er op 10 mei 1940? Zover ik weet, dat heb ik eigenlijk alleen maar uit schriftelijke bronnen. Van mijn vader heb ik er nooit iets van gehoord, dus ik kan alleen maar de bronnen aanhouden. 10 mei 1940 zijn ze 's ochtends vroeg vertrokken uit de kazerne in Ede, wat het 4e regiment was gelegerd. Toen zijn ze naar hun oorlogsstellingen gegaan, die van tevoren al bekend waren. De Duitsers kwamen er snel aan en mijn oom was het commandant van een verkenningspatrouille, maar een patrouille van de Achterhoede. En die is ergens aan de weg Ede-Arnhem ingezet. En toen de ene stelling onder druk kwam te staan, is hij naar een andere stelling gegaan en dat was bij Herberg. Herberg de Ginkel. En daar zijn ze op de zolder gaan zitten om het kruispunt onder vuur te kunnen nemen. En wat er gebeurt is, er zijn twee lezingen. Eén was de eerste officiële lezing van het ministerie van Defensie. Eind jaren 40. En dat was dat mijn oom was omgekomen bij de bediening van een licht machinegeweer. Eerst was een andere man achter het machinegeweer, die was doodgeschoten en toen is mijn oom als tweede schutter achter het machinegeweer gekropen. Wat natuurlijk nooit bedoeling was altijd dat manschappen het machinegeweer bedienden en niet de bevelvoerend officier. Maar toen die man was doodgeschoten, heeft mijn oom de bediening van het militaire opgenomen.
En die is daarbij doodgeschoten. Dat was wat we dus, wat ik al gelezen heb. En na onderzoek van Defensie uit de jaren 2015 tot 2000 kwam er een heel ander verhaal naar voren. Wat ik nog nooit gehoord had, en niemand van familie ooit gehoord had, is dat ze ook dat ze daar inderdaad in die herberg zaten en dat de Duitsers er aankwamen, maar niet een Duits regiment, maar het regiment de Führer van de SS. En die hebben ze beschoten en toen de munitie op was, hebben ze zich overgegeven. En twee mensen, één man had ze verstopt in de hooizolder, die is niet gevonden. En de andere twee zijn er proberen te ontsnappen via een deur en die zijn er doodgeschoten. En mijn oom is via de voordeur van de herberg naar buiten gegaan en is op de stoep doodgeschoten. Ja. Dus ze zijn dus geëxecuteerd. Ja. Ja, en het was wel. Ze zaten, waren natuurlijk militair, dus het kon gebeuren, maar was het wel net lullig, want ze waren de eerste in dit hele gebied die gesneuveld zijn in de oorlog, hè? Nou, de eerste in de gemeente Ede, weet ik. En, ja. Maar ongetwijfeld worden die dag eerder al mensen gesneuveld zijn, want dit was 's middags. Ja. En het is nog natuurlijk al wat. Nederland altijd dacht niet aan de oorlog te zullen deelnemen. Dan opeens vallen de Duitsers binnen en van het gezin hier sneuvelt op de eerste dag van de oorlog de jongste zoon. Ja. En dat moet wel hard binnen zijn gekomen. Maar er is ook. Ja, wat je zegt, er zijn verschillende verhalen. In ieder geval wat wel duidelijk is dat. Jouw oom werd gezien als een heroïsche figuur en hij heeft daar ook postuum deze medaille voor gekregen. Die zijn uitgereikt in 2016 bijvoorbeeld. Deze medailles, bronzen kruis en een andere medaille, ik denk dat het oorlogsherinneringskruis zijn of iets van die aard. Ik ga anders ook even deze overhouden. Maar ergens in het bijzonder vermelden is dat er eigenlijk direct na de oorlog veel aandacht is geweest in het dorp hier. De Van Limburg Stieren op straat, een monument. In de kerk is ook een plakkaat voor hem. En daarna is er heel lang niks gebeurd. En tot 2016. En toen heeft Defensie een nieuw monument. Wanneer is dit? Ja, dit is van net na de oorlog, denk ik. Hè? Dan denk ik dat het net van na de oorlog is. Er staat ter nagedachtenis aan de cornet der cavalerie. C.E. Graaf van Limburg-Stirum van de Koninklijke Landmacht, die zijn leven gaf voor koningin en vaderland in de Wereldoorlog 1940-1945. Hij stierf voor het behoud van onze vrijheid. De minister van Oorlog. Je met en terre. Ja, en dat was dan dat. En daar werd dus thuis ook niet meer over gepraat daarna. Nou, thuis, dat weet ik niet. Mijn vader, die vroeger overleden is, heeft dat nooit over gehad. En wij vroeger hebben ook nooit naar gevraagd. Nee. Zullen we dan eens naar jouw vader toe gaan? Waar was hij toen de oorlog uitbrak en wat heeft hij gedaan? Kan ik niet met zekerheid zeggen. Zover ik weet, mijn vader was net klaar met zijn studie aan de Hoge Landbouwschool in Groningen en had zich ingeschreven om te gaan studeren in Wageningen. Ja. Dat is wat ik weet, maar waar die was, zou ik niet weten. Hij is gaan studeren in Wageningen, maar op een gegeven moment is hij opgepakt voor de arbeidseinsatz. Hij heeft in 1943 iedereen die wilde doorstuderen moest de loyaliteitsverklaring ondertekenen. Als je dat niet deed, en er waren er heel veel in Wageningen die niet de loyaliteitsverklaring hebben getekend, dan kon je dus niet meer studeren, was je student af en dat betekende dat je moest werken. En hij had daar een goede oplossing voor gevonden. Zijn grootouders, die toen al niet meer leefden, maar in ieder geval wel dat grote bezit was van de familie, in Elswoud, daar kon hij werken op de zogenaamde proefboerderij. En dat was dus heerlijk in zijn grootouderlijk huis verblijven en een beetje in een duin jagen. Ik weet niet of het verder vertierend was. Totdat al deze. Want het was dus een officiële aanstelling. En dan bleek dus dat je dus belangrijk werk deed. Ook voor de landseconomie en voor de voedselvoorziening. Maar al deze dingen werden gecontroleerd door het arbeidsbureau. Wat nog steeds bestaat.
En die kwam erachter dat dit niet zo zinvol was wat mijn vader deed. En toen verloor hij dus zijn vrijstelling. Dus hij dacht zich er met een jantje van leiden vanaf te maken? Ja, en toen is hij dus ergens opgepakt, waar weet ik niet meer. En heeft hij naar Kamp Ommen gegaan. Dat heel veel mensen zijn via Kamp Ommen naar een arbeidseiland gekomen. Toen is hij gekomen, ik zeg, in de fabriek heeft hij gewerkt. Dat vond hij best wel interessant, blijkt uit brieven. En daarna is hij gegaan aan de Oder, in de buurt van Moeskou, het grote landgoed van de familie van Arnhem. En daar heeft hij gewerkt in de bosbouw. Moest ze hout zagen en hout slepen. En we hebben ook trouwens een foto van jouw vader Jan, van toen hij net terugkwam vanuit Duitsland. Misschien moeten we even kunnen zien. Terwijl we erover hebben. En nou, dat kan ik me niet voorstellen dat hij met pak en das in een kamp zat. Zo. Dus dat nee, maar er staat wel naast dat, deze is genomen in 1945. Kort nadat hij terug is gekomen. Ik weet dat hij in juli 1945 was hij voor het eerst weer op Oost. Ja. Met zijn Engelse dienstkameraden. Ja. Want dat is nog weer even een andere lijn in het verhaal. Dat hij, op een gegeven moment is hij vrijgelaten in Duitsland. Nee, hij zat in dat kamp. En de familie Bendik van Schoonheten, die hier een 20 uur vandaan woonden en nog steeds woont de familie daar, die kende deze familie heel goed. En die hebben aan de familie van Arnhem gevraagd of ze hem uit dat kamp konden krijgen. En dat is gebeurd en daarna is hij te gast geworden van de familie van Arnhem op het hele grote landgoed Moeskou met zijn 20.000 hectare met eigen steenkolenmijnen. En kwam van de ene dag op de andere dag van een kamp naar een paleis à la Soestdijk. Maar dat komt wel mooi uit, want ik heb een paar brieven gezien die Jan aan zijn moeder heeft gestuurd. En hij vond het geen lolletje, die tewerkstelling. Nee, hij had allerlei aandoeningen. Ja, ik heb er ooit eens van iemand gehoord die daarbij was, die daar opgezeten heeft. En die vertelde dat het voor mijn vader heel zwaar was, de eerste tijd. Omdat mijn vader, de man die ik gesproken heb, meneer Van der Wal, was een boerenzoon uit Beesburg. En die waren veel fysieke arbeid gewend. Vanuit de boerderij en mijn vader was dat niet gewend en ook een ander type eten gewend. Dat is gewoon erg eten hier heel luxueus. Dat is voor hem dus extra zwaar om daar zo direct in zo'n kamp aan het werk gezet te worden. Maar goed, hij heeft zich ook weer daar, hij is met een beetje geluk of door zijn privilege ook weer daar. Ja, door het privilege dat de familie Bentink van Schoonheten, de eigenaar, kende van het grote landgoed waar hij werkte. En hij is wel ook strijdlustig gebleven, want we hebben ook dit opgedoken. Het is Army Book 64, Soldiers Service and Paybook. Hij heeft zich in 1944 aangemeld bij het Engelse leger. Ja, en dat had ik al een tijdje niet gezien. En wat er opvalt aan het boek wat er achterin zit, namelijk, dat is heel grappig. Ja, allemaal briefjes. En die gaan alleen maar over de jacht. Even kijken, het gaat alleen maar over mijn vader toestemming heeft om te mogen jagen in bestemd Duitsland. Mijn vader toestemming heeft om geweren te laten maken, een sauwgeweer bij een Duitse geweermaker. Hier staat ik, weet ik dat hij met de heer Van Mochtel, ook een Nederlander weet ik, have a permission to go on a shooting party within the Kreis of Steinburg. Waar dat ook mag zijn. Dus, en ik weet van de commandant van mijn vader, waar hij heel goed bevriend mee was en waar hij die ook later heeft bezocht in Canada. Het was wel een Engelsman, maar hij woonde in Canada. Dat ze dus die was ook gek van de jacht en met z'n tweeën gingen ze open, ook varkens jagen en van alles. En ze hadden ik heb een brief gekregen, ook het archief van die man, en die vertelde, het schrijft aan mijn moeder na het overlijden van mijn vader in 1978. Wat voor fantastische tijd ze hebben gehad in Duitsland, in de oorlog. Dus eigenlijk een jongensavontuur voor hen? Ja, jongensavontuur weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hebben uitgebreid hun liefhebberijde jacht daar kunnen uitoefenen. En jouw oudste oom heeft ook een soort van jongensavontuur meegemaakt? Of dat een jongensavontuur zou ik het niet willen noemen. Het is wel bijzonder. Mijn oom studeerde in de oorlog, uiteraard heeft hij ook, mijn oom is ook gevangen gemaakt door de Duitsers.
En zij zijn allemaal na, erg in juni 1940 zijn alle Nederlandse krijgsgevangenen alweer losgelaten. Ja. Op een 60 na of zo. Want hij zat in het leger. Dus ja, hij was ook in het leger. Ik meen dat hij zat bij ook een technisch onderdeel. Want dat was de techneut. Ja. Maar hij studeerde aan de Economische Hogeschool in Rotterdam, wat later de Erasmus Universiteit geworden is. En hij zat, of was redacteur, of zat in de vereniging die het een krantje uitgaf, studentenkrantje. Hermes heet dat? Ja, meer dan ik. En daar was de beroemde Dr. Anders P. schreef daar een gedichtje in. Jij hebt het gedichtje gewoon gevonden. Ja, misschien kunnen we dat even ook tevoorschijn toveren. Dat schreef Dr. Anders P. onder pseudoniem Tante Polly. Even kijken. Wil je voorlezen, echt? Ik heb het nog nooit gezien. Voor de kleinere. Dolf en Ben waren dikke vriendjes. Ze haalden samen heel wat kattenkwaad uit. De andere kinderen wilden niet met hen spelen. Want zij maakten altijd ruzie en waren heel stout. De bengers gingen zomaar in de tuinen van iedereen en alles en aten alles op. Maar toen werd oom Sam, de veldwachter, heel boos. Hij nam een dikke knuppel en ging dan mee naar het dorp. En wie kreeg er toen een pak voor de broek? Dat kunnen jullie wel raden. De volgende keer een ander verhaal. Daag, Tante Polly. Ja, het grappige is natuurlijk, dit gaat helemaal niet over jouw oom Sam, maar het is wel jouw oom Sam die als redacteur dit geplaatst heeft. In de Ja, hij heeft dit geplaatst. Dat heb ik ooit gezegd. Dit is een van de dingen die ik wel uit van de familie gehoord heb. Dit hebben ze geplaatst. Het is geschreven door Dr. Anders P. Ja. En volgens mij is hij de enige auteur van de dingen. Heeft mijn oom het niet geschreven, maar hij heeft het wel geplaatst in het studentenkrantje. En hij is dus samen met Dr. Anders veroordeeld, Dr. Anders P. veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. Ja, dus door een Nederlandse rechtbank, had niks met de Duitse maken, gewoon een Nederlandse rechtbank heeft mijn oom veroordeeld en Dr. Anders P. voor belediging van de bezettende macht, de Duitsers. En, ze zijn, ik weet in ieder geval zeker, verschillende maanden hebben ze gezeten in de koepelgevangenis in Scheveningen. Hotel Oranje, En ik weet, uit brieven, andere brieven uit het archiefje weet ik dat mijn grootmoeder heel erg boos was. En die vond het een idiote, domme, kinderlijke studentengrap. En schrijf het, nou zie je wat er van komt. Nou ja, het is ook van geen niveau natuurlijk. Dat is wat ik ervan weet. Ja, nou, ik heb wel ook een interviewtje met Dr. Anders P. gehoord. Voor een radio een keer. Die spreekt er ook alsof hij het nogal een avontuur vond. Die vertelde ook bijvoorbeeld het verhaal dat hij voor 4 maanden veroordeeld was. En heeft hij daar een kaartspel getekend. En er zaten 2 jokers bij. En de jokers waren natuurlijk Benny en Dolfje. En heeft hij nog 2 maanden extra gevangenschap erbij gegeven. En dat vond hij nogal schappelijk. Oh. Hij vond het prima daar, want je kon op een krukje staan en naar buiten kijken. En dat was allemaal nog wel oké, blijkbaar. Maar daar heeft dus ook jouw oom bij gezeten. Misschien kunnen we nog eventjes een foto zien van oom Sam. Ik weet niet waar dit is. Het ziet eruit als een huwelijk. Ik denk dat het het huwelijk. Nou, het is niet. Het is hier, ja. Het is hier de voordeur. Oh, ja, het is zijn huwelijk. Spijkerbos. Er is een ding getrouwd in 43 of zo. Hier, dat is hier plaatsgevonden. Leuk. Nou, zijn we weer terug bij Spijkerbos. En het is nu toch 25 jaar na de bevrijding. Dus we hebben nog een paar foto's die me leuk leken als een afsluiter. Ik heb trouwens een leuk verhaal. Ik heb hier de kaarten van het huwelijksdejeuner. En als je dan ziet wat ze daar aten, nog in 43, met allerlei Franse wijnen, cognac, sigaren. Oh, dit moet in 43 zijn geweest? 43, ja. Dat is dan dat hij net uit de gevangenis kwam in 42. Ja, ze zien dat hij daarom snel getrouwd is, dus ik weet het. Oké, en wat aten ze? Nou, dat is echt koude rollade en echt voor die tijd moet dat een heel bijzondere maaltijd geweest zijn. Ja. En 2 jaar later kunnen we even deze foto zien. Ben Verling heeft hier op het kasteel, op het huis, een aantal Canadese soldaten gelogeerd. Heb je daar iets van gehoord? Dat heb ik van mensen gehoord.
ook dit allemaal bronnen niet van mijn ouders geworden, maar mijn vader was er helemaal niet bij. De soldaten kwamen uit de buurt van Salekaar en die zijn gingen Boskamp toe om de Ols te bevrijden. En die zijn gestopt op Spijkerbos, er zijn ook allemaal foto's van Spijkerbos. En zijn hier thuis geweest en hebben hier geluncht. En een hele mooie foto, ik weet niet of je die hebt, maar dan zie je dat het personeel, ondanks de bevrijding van Ols aanstaande is, nog steeds in zwarte rokjes met een wit schort alles doet. Die zie ik niet. Maar ze hebben wel in het gastenboek geschreven. Ja, in het gastenboek staan hun namen. En er staan hun namen inderdaad. Er staat bevrijding van Olst en... kun jij dit ontcijferen, Eef? Nee. En van... Inkwartiering... Ja. Zijn die ingekwartierd geweest? Er zijn foto's van dat er materiaal in de garage staat. Door Canadian... Scottish. Scottish. Ja. Vrijdag 13 april tot 14 april 1950. Ze hebben hier een nachtje gelogeerd. We zijn hier gestopt en de volgende morgen zijn we begonnen met de bevrijding van ons. Yes. Ja. En ik weet ook, hier was ook mijn oom Sam, die zat op dat moment hier. En die heeft als gids opgetreden voor de bevrijding van Olst. En dat is dus nog voordat jouw vader terug is gekomen uit Duitsland? Ja, lang daarvoor. Maar vier, vijf maanden later kwam mijn vader voor het eerst weer thuis. Ja. Nou, leuk. We hebben nog één foto om te laten zien. En als ik dat niet... Oké, met de foto die ik bedoel, kijk, daar zie je het personeel staan. Met een keurige kledij aan. En ondanks dat er bevrijd is, ging het werk gewoon door. Ja, leuk. En ook, we hebben hier het hele archief van mijn grootmoeder van alle rekeningen liggen. En zien ze allemaal wat er gegeten en besteld werd. En dan zie je dat als je uit die rekeningen blijkt, dus dat er gewoon heel veel ging gewoon door. Het werk in de tuin is de hele oorlog doorgegaan. Dit huis had stamvol met mensen die allemaal ergens anders hun huis moesten verlaten. Zoals de familie Stateners woonde hier in huis. En ik heb gesproken een paar jaar geleden met een mevrouw die hier in huis is gekomen. De laatste maand van de oorlog en die vertelde dat moesten hier helpen koken. En het hele huis zat echt vol met mensen. En moesten voor ontzettend veel mensen moesten eten gemaakt worden elke dag. Ja, dus het gezond lag er nog netjes bij in de oorlog. Maar toch, als we kijken naar het leven van de drie zoons, dan is er wel. Dat gaat ook aan de familie van Stieren niet zomaar voorbij die oorlog. Nee, maar ik denk mensen gingen daar een heel anders manier om dan nu. In dezezelfde ruimte waar we nu zitten, heb ik van iemand gehoord, van familie Jordens uit Deventer. Die waren hier op de theevisite. En toen kwam het bericht dat hun zoon Eef gesneuveld was. En die vertelde hoe dat werd opgevat. En dat vonden zij toen ook al iets merkwaardig. Dat het toch iedereen, de theevisite werd rustig afgemaakt. En ieder ging zijn huis. En wat er daarna gebeurd is, wisten ze niet. Maar toch, dat... Nou, zouden mensen, weet ik wat, in huilen uitbarsten of zo, maar dat deden mensen die dagen toch niet. Nee. Met alles rustig. In stelling, klopt. Ja. Maar dat is in deze ruimte was toch? Ja. Nou, een mooie afsluiter. Dankjewel voor het gesprek, Eef, namens de Nederlandse Kastelen Stichting. Dankjewel voor het kleine onderzoek in het archief. Ja. Iedereen die dit ziet, stel gerust vragen op YouTube in de comments. En dan zullen wij kijken en proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende.